Deze beschouwing die gaat over Robert van der Luidgaarde, Anno 2019. En ik ga in de titel ook nog iets zeggen als seksueel kindermisbruik. De aanleiding voor deze beschouwing is dat ik op mijn YouTube-kanaal in Ene. Een behoorlijk aantal views heb gezien van een nieuwsuitzending die ik jaren geleden heb gemaakt. hem even bijpakken. Het is een hele oude. Dat is nieuwsuitzending 030. Dan kan je op mijn kanaal kan je die vinden. Dan moet je naar mijn kanaal gaan. Natuurlijk. En dan zoeken op nieuws 030. Aan elkaar geschreven. Dan zal je hem denk ik in één keer vinden. Even kijken of dat klopt. Heb ik hier mijn eigen kanaal. En dan zoeken binnen het kanaal. Dus niet YouTube wide gaan zoeken binnen het kanaal zoeken. Nieuws 030. Enter. Ja, staat die bovenaan. Dat is een. Uh, ja, de nieuwsuitzendingen die zitten momenteel. In de 700 of zo. En deze nieuwsuitzending is van drie jaar geleden. En die heeft 62 views in totaliteit. En de afgelopen tijd. Oh, trouwens, nog even die deze het het nieuws 030, en dan een streepje over Spatie Robert. Dus niet Robert met dubbel B, maar het 1B. Robert van De. Niet van der, van den, maar van De. Spaansie, een luidgaarden. Een luid is L-U-I-T. Het instrument, een muziekinstrument, een luid. En een gaarden. g w -A, a r d e n Gewoon zoals je het zegt. Robert van de Luidgaarden. Daarin uh, nagel ik uh, Sonja Barend aan de paal. Dat vind ik goed, in die tijd, dus drie jaar geleden, 2016, uh, dronk ik nog veel alcohol. En rookte ik wiet. En dat deed ik dagelijks. En, en dan maak ik mij druk over een zaak als Robert van der Luidgaarde. Want ik was toen bezig met seksueel kindermisbruik. En. En ik, heb het, ik, weet niet meer, ik weet niet meer precies hoe ik nou in contact ben gekomen met Robert van der Luidgaarde. Dat hij mij een keer een bericht heeft gestuurd. Of dat ik op zijn YouTube-kanaal uh, iets heb gereageerd. Kan ook. Dat weet ik niet meer. Maar ik heb hem toen een paar keer gemaild. En hij mij. En van het een kwam het andere. We hebben ook nog een keer een afspraak gemaakt. Dat was mijn idee. En die afspraak die ben ik glad vergeten. Dat is niet tof voor mij. En dat ik in die tijd dan nog alcohol dronk en wiet rookte elke dag. Dat kan daar goed mee te maken hebben. Want dat is niet bevorderlijk voor de helderheid in je hoofd. Ik kan me niet voorstellen dat ik zo'n stomme fout nu nog een keer zou maken. Maar dat hoop je dan maar. Maar ik had hem graag een keer in het echt gezien. Hem de hand willen schudden. Ik heb me er erg druk over gemaakt. Over dat seksuele kindermisbruik. En dan in dit geval over. Dat wat Robert van der Luidgaarde is overkomen. En dan kan je horen ook. Ja, ik ga gewoon verschrikkelijk te keren. Zou, ik zou het nu niet meer doen. Zo'n uitzending zoals toen. Ik zou dat nu anders doen. Ik zou het nu wel overwogener doen. Ik zou het nu eigenlijk doen zoals ik het nu doe. En dat wat Robert van de Luidgaarde is overkomen. Of, nou, laat ik zeggen, hè, laten, we, laten we maar Rob noemen. Maar dat wat Rob is overkomen. Dat is verschrikkelijk. Zijn ouders hebben niet goed voor hem gezorgd. Nou, dat is al verschrikkelijk. En toen heeft jeugdzorg ingegrepen. Nou, dat is ook niet goed. Want ik vind dat als ouders dan niet goed voor de kinderen zorgen. Ik weet verder niks van de gezinssituatie hoor. Ik weet ook niet of die broers of zusjes heeft. Of dat die. Nou, hoe ze vader heet, en zo. Daar weet ik allemaal helemaal niks van. Ik weet alleen maar dat hij ja, bij pleeggezinnen is ondergebracht. En dat klopt niet. In een gezonde maatschappij, ja, die hebben we niet. Fantaseren natuurlijk. Maar in een gezonde maatschappij zou daar de familie zijn ingesprongen. En dan word je ondergebracht bij tante, Tante Mees, Tante Merel. En dat is hoe het hoort. Als de ouders dan niet goed zorgen voor de kinderen. Snap je? En dat de overheid er dan bij komt, dat is dan al een veegteken. Maar dat hoort niet. Hè? Maar juist zal je zien in die gevallen waarin ouders niet goed voor de kinderen zorgen, dat die ouders dan ook geen... Geen warm thuis hebben gekend. Dus dat die familiebanden ook ontbreken. Ja, juist dan, juist in die situaties. En wat het dan nog erger maakt, is dat uh, Rob uiteindelijk na. Ja, bij heel veel pleeggezinnen. En, te hebben gezeten en dan weer terug naar zijn ouders. En dan bla bla bla. Uiteindelijk dan, toen hij elf of twaalf was. toen werd hij dan in een kindertehuis gestopt. Ondergebracht, om het maar even wat netter te zeggen. En dat was dan uh, voor de langere termijn. Duurzaam. En daar zat een directeur. En die gaf uh, Rob uh, aandacht. Eindelijk kreeg Rob aandacht. Zo kan je ze kunnen, ze kunnen zeggen dan. Hè? Ik spreek nu voor hem en uh, dat moet ik niet doen. Maar om het even het beeld ongeveer te plaatsen. Nou, je kan je voorstellen dat je als jongen. Uh, ja, je bent de hele tijd van hot naar her uh, geplaatst. En ja. Uh, en dan zit je eindelijk dan op een vaste plek. En dan degene die daar de baas is, die heeft een bijzondere aandacht voor je. Sonja Barend, die. Want hij is met zijn hele verhaal naar buiten gekomen toen hij 21 was. En uiteindelijk is hij bij Sonja Barend, bij de Vara. Mocht hij dan bij Sonja op dinsdag of Sonja op donderdag of zo, mocht hij zijn verhaal doen. Dat was een hele rare uitzending, by the way. Ik vraag me af of ik uh, die specifieke uitzending ook erbij heb gepakt. Klik maar nou even door mijn. Nee, dit is alleen maar wat ik zelf geschreven heb. Ja, die uitzending. Oh nee, ze zat er wel. Wacht even. Ja, wel, 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 wel. Ik heb die uitzending uit 1985. Die zit in dat filmpje van Niels 030. Dat heb ik dan wel goed gedaan. Wat Sonja Barend daar doet. Als interviewer. Dat vind ik godgeklaagd. Zij stelt op een bepaald moment aan Rob de vraag: van ja, toen jij op dat kantoor van die directeur kwam en je zag dat daar een matras lag. Uh, toen uh, moest jou toch wel iets zijn gaan dagen of uh, van gelijke strekking, dan hè? Dat uh... kijk waarom ik daar zo moeite mee heb, is dat het niet Rob is. Waar je een kritische vraag aan dient te stellen. Laat ik laat even een pauze vallen. Hè? Rob treft geen blaam. M misschien dat Rob in het kinderhuis een keer een lolly heeft gejat. Ja, dan mag Sonja Baren zeggen: waarom deed je dat? Want stelen, dat mag niet. Ja? Maar punt 1, uh, daar weten we allemaal helemaal niks van. En voor zover het hier gaat om seksueel kindermisbruik, is dat even een andere categorie als het jatten van een lolly. Dacht ik. En dan word ik weer boos. Dat moet ik niet doen, hè? Dat is leuk man. Ik heb een nieuwe abonnee erbij. Tof. Dan heb ik er 62. Zie je wel? Dat gaat de goede kant op. Kijk, wat Sonja Barens op dat moment uh, aan, aan Rob dan zou zeggen: van ja, maar toen jij dan uh, in de gaten had, uh, het kantoor van die directeur en je ziet daar dan een matras uh, op de grond liggen. dan had jij toch ook kunnen denken: van... hé, hey, uh, waarom ligt er een matras en wat doe je zal op een matras? En uh, uh, ja. Rob was. 11, uh, 12 jaar toen hij in dat kinderterrein kwam. Die baas van het kinderterrein was een volwassen man. Kijk, Sonja Barend had bijvoorbeeld uh, medewerkers van dat kinderterrein uit kunnen nodigen. En dan in het bijzijn van Rob aan die medewerkers kunnen vragen van... Goh, in het, de, in het kantoor van de directeur, daar lag, of daar lag een matras. Gingen jullie nooit een belletje rinkelen? Kijk, dat was een terechte vraag geweest. Aan een van de medewerkers. Hè? Ik bedoel... En nu werk ik in de gehandicaptenzorg. Hè. Dus ik kom in principe overal. Ja, als schoonmaker dan. Hè. Dus ik kom overal. Ja, Ik zie geen matrassen liggen hoor. In uh, kamertjes van uh, begeleiders. En als ik dat wel zou zien. Dan zou ik daar een vraag over hebben. Van wat doet dat matras daar? Yoga-oefeningen of zo? Ja, uh, <laughs> ja, kijk, dat is weer een mooi uh, bijkomend voordeel van mijn carrière-switch die ik gemaakt heb. Uh, ja, uh, Rob is dus niet uh, geestelijk gehandicapt of zo, hè? maar die zat dus wel in de zorg. Huh? Er moest gezorgd worden voor Rob, omdat zijn ouders dat niet deden. En die mensen waar ik nu kom, die zitten daar ook vanwege de zorg. En dan bij die mensen waar ik dan... Ja, doe ik de was, en ik doe het weilen en het toilet schoonmaken en zo. Ja, die mensen die zijn zwaar gehandicapt. Zwaar, het ligt er een beetje aan waar ik kom. Maar ze zijn gehandicapt allemaal. Dat zijn mensen die hebben zorg nodig... In die zin zijn zij uh, ja, zwak. Omdat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ze zijn afhankelijk. Dat is het woord wat ik zocht. Ze zijn afhankelijk. En in die afhankelijkheidsrelatie zat Rob ook. En van die afhankelijkheidsrelatie is gebruik gemaakt. En dan niet om Rob. Uh, ...verder te helpen? Want uh, ik zal je even een voorbeeld noemen. Ik was voor mijn prachtige werk op een locatie... ...en dat zijn zes eens gezinswoningen... Uh, ...die liggen dan uh, vlak bij elkaar. Via de tuinpaakjes loop je zo van de een naar de ander. Zes woningen. Niet op een rijtje dus, maar in een groepje. Midden in een woonwijk... En daar zitten per woning drie mensen van 20 à 30 jaar. En de bedoeling is dat ze daar uh, begeleid worden om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen. Er zijn mensen die hebben predikaten zoals autisme of zo. Of uh, borderline, oh, zeg maar, onhandelbaar. Uh, kortom, dat wat iedereen eigenlijk heeft. Nou, ik, 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 ik ben nog steeds een beetje boos, maar... <laughs> ik was daar dus, en dan moest ik schoonmaken. En, en dan zie ik die mensen en dan denk ik van, ja... Ik heb dingen meegemaakt in mijn huwelijk. Ik, nou, dat dan... Anyway. Maar goed, die mensen zitten daar en die zitten daar best tevreden. En zat ik erover na te denken... En ik heb er maar één keer gewerkt hoor. Wel zes uur lang, maar maar één keer. En, en, nou, met een mannetje of vijf, zes of zo heb ik even mee kort gekletst, even gezien. Nou, en ik ga, ik noem mezelf iemand met een behoorlijke mensenkennis. Ik schat vrij snel in wat voor een vlees ik in de kuip heb, zeg maar. En ik heb bedacht van nou, ik kan wel gebruik maken van één van die jongens. Gebruik maken, hè. Dan neem ik hem mee als ik ergens moet schoonmaken. En dan wordt hij mijn assistent, zeg maar. Ik heb er nog helemaal geen handen en voeten aan gegeven. En ik ben er ook niet meer nog een keer geweest. Maar stel, ik kom er nog een keer. En, en het moment is daar ik ga het niet gelijk officieel spelen, dat ga ik helemaal niet doen, want daar heb ik ook helemaal geen papieren voor en lalala, dat zijn allemaal toestanden. Maar ik krijg weer zo iemand te spreken, zo'n bewoner, dan ga ik het voorstellen, dan ga ik tegen zo'n jongen zeggen van, lijkt het je leuk om een keertje met me mee te lopen? Hoe oh, ga ik dan doen? Nou, wat jij wil, mag wissen. Dat is een stof met een, nou ja, bent zo'n wisser. Helemaal niet moeilijk. Of je mag met En dan doe je moppen. En je mag ook plays schoonmaken, maar dat wil je misschien niet. Maar dat maakt me ook geen donder uit, want ik vind dat helemaal niet erg. Dan doe ik de plays. Maar ik heb zo'n locatie en daar ga je dan aan de slag als iedereen weer terug op de woongroepen zit. En dan is dat gebouw helemaal leeg. Want die jongens die daar zitten, jongens en meisjes, of ja, we zitten 20, 30 jaar. Ja, dus dat. Het zijn mensen met een geschiedenis al. En ik kan me voorstellen dat je niet die mensen, dat je daar niet gebruik van moet maken in een hele drukke omgeving. Maar uh, als de meuten daar uh, lekker naar uh, de woongroepen zijn, zo'n activiteitencentrum is dat. En dan doe je radiootje aan. En dan gaat hij lekker. Uh, er nou, zijn van die mega lange gangen daar. Dan is gewoon beginnen bij de voordeur. En dan opwerken, dan aan de andere kant. En dan uh, emmeren met schoon water. En dan pakken we het volgende stuk. En na anderhalf uur buffelen dan gaan we koffie drinken. En een beetje slappe oude horen. En tijdens het werken een beetje grapjes maken. Huh? Ik neem zo'n vent wel mee op slaaptaal. Ik maak er wel gebruik van. En dat is leuk voor mij. Want dan heb ik een, uh, een maatje die met mij uh, hè, de samenwerkt. En zo'n jongen heeft er ook wat aan. Want ik weet precies hoe ik dat we tegen de organisatie ga. Als ik zo iemand dan bereid vind, hè, weet ik al precies hoe ik dat ga spelen. Dat ik dan zeg: van, nou, dan mag je mij korten op mijn uh, deel. Ja, ze moeten mij zoveel per uur betalen voor ons CAO. Hè. Dan mag je mij opkorten, en dan doe je hem een tientje. Nou, dat happen ze wel. Nou, weet ik ook niet, maar. Hè? Maar kijk, je mag best gebruik maken van die mensen. Dat is verder maar geen punt. Dat Zal ze iemand leuk vinden, want die wordt hem belangrijk. Hè? Tussen aanhalingstekens. Hè? Maar die leert dan ook in dit geval schoonmaken. Dus die leert dan dat hij dat kan. En. Nou, een van die jongens die zei nog van. Want ik vroeg nog aan hem van. Nou, wat uh, ik veel. Uh... Dan heb je al uitzicht op een eigen woning, zoiets. Want iedereen moet daar uiteindelijk weg. Hè? En hij zei, ja, ik ben bezig. Maar als nou, zit niet wel een hoop geld... En... Nou, het was allemaal niet zo makkelijk voor hem. Maar als hij nou... Zeg maar dat hij mijn baan voor 100% over zou nemen... Nou, dan scoort hij... Als hij 60 uur. Nou, dat kan niet werken. Als hij 40 uur in de week gaat buffelen... Dan kan hij een kamertje van betalen, hoor. Nou, wel meer dan dat. Hij heeft hij zelfstandige woonruimte. Niet heel groot of zo, maar hij wilde dan terug naar. Waar had hij het over? Renkum of Heelsum. Of een of andere dorpje. Daar in de buurt van Wageningen. Bennekom of zo. Ja, daar zijn de woningen niet zo heel duur. Dat zou hij makkelijk kunnen doen. Snap je? Je mag wel gebruik maken van die mensen. Maar. Dat is zelfs goed voor die mensen. Maar hier gebeurde iets heel anders. Hier werd gebruik gemaakt van Rob op een hele discutabele manier. En dan is het fraai van de Vara dat ze zijn tijd ter beschikking stellen dat hij, Rob, zijn verhaal mag doen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Aan het begin van het interview stelt Sonja Barend... dat de naam van de man niet genoemd mag worden. Ook de naam van de instantie niet. Ja, dan denk ik... dan kan je net zo goed tegen Rob zeggen van... nou, het heeft geen enkele zin om te komen... Want dit verhaal, dat, dat mag je kennen. Van, we laten de slachtoffers uh, de meest verschrikkelijke dingen vertellen... en vragen door naar de smerige details. Desnoods heeft Sonja Baar niet gedaan, maar eh, Wel allemaal van, oh, drama, drama, oe, kijksevers, kijksevers. En de slachtoffers die krijgen een hoop aandacht... Maar die daders worden niet aangepakt. En dat is een terugkerend patroon. En dan mag jij erover na gaan denken hoe of dat komt. En de vraag van Sonja Barend met, uh, had je het niet een beetje in de gaten kunnen hebben? En uh, waarbij ze dan insinueert, uh, ergens anders ook, op een ander moment insinueert ze van, ja, je vond hetzelfde kennelijk ook niet zo erg, want anders had je er wel wat van gezegd. Uh, schandalig. Ja, en toen werd er bij dat interview nog een, een expert erbij gehaald. En uh, die begon zijn verhaal met zoiets als uh, Ja, seksualiteit. Dat is toch heel erg belangrijk in, het, uh, aan, in de aanwezigheid van een mens. En uh, ja, er is een heel spectrum van uh, seksuele neigingen, uh, waaronder het willen van seks met uh, jonge mensen. En ja, dat, uh, dat is. En ik denk dan, uh, dat is, dat klopt, maar daar horen nog een paar woorden achteraan. Daar hoort te staan, dat is volgens de Nederlandse wet ten strengste verboden. Dus niet dat is, nee, dat is volgens de Nederlandse wet ten strengste verboden. En de mensen die dat ten uitvoer brengen, die dienen in het gevang te belanden. En de bezittingen afnemen. En verkopen. Bij de dienst domeinen en de opbrengst gaat naar een fonds en dat heet slachtofferfonds. Kijk, dan heb je het over een rechtspraak. Snap je? En anders niet. En het was ook wat Rob zei bij dat interview met Sonja Barend dat hij zei: ja, ik zit hier niet voor mijn eigen, maar ik zit hier om ervoor te zorgen dat die man gestopt wordt. Ja, maar hoe kan die man nou gestopt worden? als zijn naam niet eens genoemd mag worden. En ook de naam van de instantie niet. En wat voor een signaal wordt er dan afgegeven... als je, eh, als je laat zien dat je dus als directeur van een kinderterhuis... dat je je te buiten kan gaan aan absoluut illegale activiteiten... en je naam wordt uit de krant gehouden... Wat voor een signaal geeft dat af naar andere mensen. die ook in die dominante gezagsposities zitten. waarin ze heel makkelijk zich te buiten kunnen gaan op eenzelfde manier? Ja, ik laat even een pauze vallen. Ik heb een, een beschouwing of een nieuwsuitzending heb ik gehouden over de commissie Deetman. En dat ging naar het seksuele kindermisbruik binnen de katholieke kerk, ook bij kindertenhuizen. Een zaak die destijds in 1959 uh, in de openbaarheid kwam toen Fick Marijnissen premier was van Nederland. Ja, dat hebben we één grote doofpot. En dan ergens in de 21ste eeuw hebben ze Wim Deetman van het CDA, de Christen Democratisch Appel, de partij, vroeger was dat de Katholieke Volkspartij, de KVP, ja, samen met de CHU en de anti maar de KVP was volgens mij toch echt de grootste. En ik zie het CDA ook als het, uh, de KVP versie 2.0. En wat komt zo'n commissie-Dateman dan mee? Nou, uh, als eerste gaan ze roepen: van nou, maar binnen de protestantenkerk gebeurt het ook. En dan denk ik van ja, uh, daar zit ik niet op te wachten. Dat is geen excuus namelijk. Maar jou niet alleen de katholieken de schuld geven hoor, want de protestanten doen het ook. Ja, dat is, dat is onzin. En punt twee. Uh, in dat hele rapport van de commissie Deetman. Ik, ik, ik heb het, ik heb, iedereen kan het downloaden, by the way. Geen naam van een dader. Geen naam. Helemaal niks. Wel hele lelle tekst onder welke voorwaarden slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen. Maar dit is geen rechtspraak. Stel jij woont in een woonwijk en er wordt regelmatig ingebroken. En de bewoners die pikken dat niet. En die gaan naar de gemeente toe. Die zeggen. Ja, onze wijk wordt regelmatig ingebroken. En we raken allemaal spullen kwijt. Het kost allemaal voor mijn geld. En dat de gemeente dan zegt, nou weet je wat. Dan gaan we iedereen waarbij ingebroken wordt, die krijgt een schadevergoeding. Dat kan toch niet? De gemeente heeft in. Zo'n geval dat er in een wijk regelmatig ingebroken wordt en seksueel kindermisbruik, dat is aan de orde van de dag. Er wordt regelmatig ingebroken, dan moet de gemeente ingrijpen. En die inbrekers de kraag vatten. En, die, en niet dat die inbrekers dan een taakstraf krijgen van 16 uur en weer loslaten. Sterker nog, die inbrekers, die moeten dermate hard gestraft worden, dat uh, familieleden van die families, want, uh, die inbrekersfamilies, die, die kijken allemaal naar elkaar, en dat ze dan zien wat neef Joris is overkomen, dat ze denken van, oh, maar dat wil ik niet op een geweten, dat ga ik dus niet doen. Want dan ga ik niet, als je, uh, neef Joris, uh, ga ik twee jaar naar uh, een strafkamp op Schiermonnikoog Of Engelsman Plaat. En het is er helemaal niet leuk. Ik, kom er, ik ben erachter gekomen dat de rechtspraak in Nederland. dat is allemaal tip-top geregeld als jij je btw niet betaalt. Als ondernemer. Dan staan ze bij je op de stoep en uh, okay, of je betaalt je gemeentebelasting niet. In naam de koning in. Tegenwoordig in naam de koning. Ja, dan dan in een, uh, komen ze in actie. Hè, je, je rijdt 130, waar er, uh, want, uh, maar is net, je bent net te laat en uh, want het mag 130. Uh, tot 7 uur s morgens. En, en dan moet je weer 120. En dan rij je dus wel 130 dan denk je hè? Ja, dan, 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 dan schijnt de overheid in één keer uh, heel goed en efficiënt te kunnen werken. Ik was voor mijn werk. Uh, en was ik, Toen had ik nog geen fiets, namelijk, ik heb nu een fiets, dus ik ben van het probleem af, maar ik had toen geen fiets. Dus ik had die deelauto uh, met, met Wim en Marco. Die had ik dan ge geclaimd. En dan was ik, uh, ik ben iets van vijf dagen of zo met de auto naar het werk geweest. Zes dagen, zeven dagen, maximaal. Meer niet. Ja. Dan heb ik ergens te hard gereden in de bebouwde kom. 60 km per uur. Waar je 50 mag. Nou, waar ik die auto, waar ik die overtreding heb gemaakt, dat is een, uh, een woonwijk met een brede doorgaande weg. En ik weet nog, er was geen hond op straat. Want ik weet nog precies wanneer het was. Nee, wel ben ik gefotografeerd. En nog geen week later uh, kreeg ik een mailtje van Wim: van uh, nou, uh, hè? Uh, 80 euro voor jou of zoiets. Ja, ha. ha, 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 ha. Ik verdien daar een tientje per uur. 60 euro, wat was het? Maar die dag die heb ik voor, uh, helemaal voor nop gewerkt. Kijk, dan werkt de overheid wel. Om mij af te rekenen op 10 kilometer te hard in de bebouwde kom. Terwijl ik helemaal geen gevaarlijke situatie heb veroorzaakt. Die weg in kwestie, daar heb je niet of nauwelijks zijwegen. En er is een middenberm en gaat op weer. Twee baans. Ja, het is twee, aan, aan iedere rijstrookkant heb je twee banen. En dan heb je zo'n dus middenberm. En uh, om, de, om de zoveel honderd meter heb je een zijweg. Ja, ha, ha Ze weten wel precies waar ze die camera's op moeten hangen. Maar dan in het geval van seksueel kindermisbruik. Nou, we, we noemen geen namen. En de slachtoffers die krijgen een schadevergoeding. En ik ben hartstikke blij voor, uh, voor Robert, voor Rob. Dat, dat die, van mij heeft hij ook wat gekregen. Nou, ik ben er super blij voor hem natuurlijk. En ik vind dat dat in elk geval had moeten plaatsvinden, zonder meer. Maar wat mij hoogelijk irriteert is dat die betreffende instantie en die betreffende persoon niet aan de schandpaal is genageld. Wat is dat nou? En dan kan je zeggen, ja, ten tijde van de uitzending van Sonja Barend was het onderzoek nog lopende of zo. En we willen dan de namen van mensen die verdacht zijn en niet publiceren, want stel je voor ze hebben het niet gedaan en dan... Hè? Maar was helemaal, inmiddels is daar geen sprake meer van. En met die commissie Deetman ook niet. En ook geen enkele naam. En geen enkele naam van een instantie. Ja, wat is dat voor een rechtspraak? Dat mag ik mij toch afvragen, of niet? En dan zo'n expert die bij Sonja Barenden gaat lopen vertellen dat seksualiteit nu een keer heel complex ligt. En dat er ook mensen zijn en die willen seks met kleine kinderen en uh, dat is het nu een keer ook. Dan denk ik. Uh... Sorry? Ik kan me voorstellen dat je besluit. Dat mensen die, ja, waarvan bekend is dat ze ooit uh, seks wilden met kleine kinderen, uh, je, ja, dat die uh, geëlimineerd, dat die uit de samenleving worden gehaald. Of dat je zegt, nou ze mogen nog in de rondte lopen, maar dan moet er uh, 24 uur per dag, uh, 7 dagen in de week toezicht zijn. En iedereen moet ervan op de hoogte zijn. Dan kan je het misschien nog proberen. En dat zo iemand uh, zijn gang kon gaan in dat kinderthuis. Jarenlang. En dat niemand heeft ingegrepen. Is dan alleen die directeur schuldig? Echt waar? Door Rob heeft verteld dat hij door die man, door die directeur, is meegenomen naar een homo sauna en andere tripjes, één op één. Wat is dat? Het is geen Vakantiekamp, zo'n kinderthuis. Van hier doen wij leuke dingen met de kinderen. Het is een gezinsvervangend instituut. Met kinderen die ernstig aandacht tekort zijn gekomen. En ze moeten die aandacht dus krijgen, maar dat is geen aandacht met chocolaatjes en een mars en een leuk tripje naar de Efteling. Of de Homo Sauna. Dat mag toch duidelijk zijn? En de Nederlandse samenleving die gaat daar naar mijn mening. Veel te langmoedig mee om. En dan pak ik nog maar even die zaak erbij van Joris Demming. de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die man die heeft toegegeven. Aan journalisten van de Gay-Krant en de Panorama. dat hij seks heeft gehad met jonge prostituees. en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. En die man die is beschuldigd. door jonge mannen die zeggen dat ze met hem seks hebben gehad. toen ze nog maar twaalf waren. Dus hij is beschuldigd door meerdere jonge mensen. En hij heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge prostituees. en niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Terwijl meneer Demmink wist van de Nederlandse wet, mag je open? Huh? Hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dan mag je toch wat weten van de Nederlandse wet? En in de Nederlandse wet staat dat prostitutie legaal is als de prostituee 18 jaar of ouder is. Consensuele seks is in Nederland legaal als de jongste 16 jaar of ouder is. Maar bij prostitutie is dat twee jaar bovenop geplakt. Kijk, als we ons daar niet aan houden, wat voor zin heeft het dan om te zeggen dat we leven in een rechtsstaat? He? Ik, ik heb die bon gekregen voor te hard rijden in de bebouwde kom toen ik van mijn werk kwam. Ja, tijdstip stond erbij. Er was geen hond op straat. Ik heb toen gewerkt uh, en dat was uh, die klus dat je laat begint. en ja, iedereen is al naar huis. en dan ben ik dan de eenzame schoonmaker uh, die nog met dat weilen in de, de rondte maapt. Nou, uiteindelijk sluit ik daar af en dan ga ik naar huis. Nou, op straat geen hond. Ik rij dan 60 waar je 50 mag, of 55, 56, weet ik veel. Huh? Kan ik dan ook tegen meneer de rechter zeggen: Van moet ah, luisteren. Ik had hard gewerkt. En dan wil ik graag naar huis. En dan kijk ik niet altijd hoe hard ik rij. He? Want Joris Demming heeft graag seks met jonge prostituees. En die vraagt niet altijd hoe oud ze zijn. En die komt ermee weg. Nou, ik wil graag naar huis. En dan kijk ik niet altijd hoe hard ik rij. Mag ik dat dan ook? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik moet betalen. En Joris Demming is met pensioen. En een goed pensioen hoor. Wat zou die man aftikken in de maand? 6000 euro netto? Nee, dit zijn geen. Uh, dit zijn geen goede berichten. Dat begrijp ik te degen. Hier wordt een mens niet blij van. En ik vraag me af hoe het dan komt dat die uitzendingen nieuws 030, dat die dan zo uh, in één uh, 24 keer in de afgelopen 48 uur. Dat is veel. Ik vraag me af hoe dat komt. En het is niet eens een van mijn betere uitzendingen, vind ik. Maar wel terecht. Dat ik het erover heb. Kijk, wij hebben toch kinderen en wij hebben ons te verantwoorden naar onze kinderen toe. Eigenlijk alleen maar naar onze kinderen toe. En wij moeten ons. Uh, ja, wij moeten ons gedrag als ouders. Uh, kunnen verantwoorden naar onze kinderen toe. En daarbij hoort ook dat jij je moet kunnen verantwoorden voor het feit. dat je nooit moeilijk hebt gedaan. over wat uh, iemand als Robert van der Luidgaarde is aangedaan. Jij mag een boze brief sturen naar de VARA. Waarom niet? En dan doe je een linkje bij naar mijn uitzending. Dat is nou zie van nieuws 030. En als je dan luistert maar even naar, dan hangt het maar aan de grote potten, zeg maar. Van, ik pik dit niet langer. Al was het alleen maar om naar je kinderen te kunnen zeggen... van papa of mama, die hebben dit niet gepikt... Om die kinderen een signaal te geven dat het er wel degelijk toe doet. Want het feit dat kinderen dus seksueel misbruikt worden door medewerkers van officiële instanties. En een bevolking van Nederland die daarvan op de hoogte is. En alleen maar wil weten of er nog voldoende zuur is voor bij de boeren komen worst. Kijk, dat geeft kinderen geen veilig gevoel. En als kinderen zich niet veilig voelen. hoe moet dat worden als ze volwassen zijn? Ja. Ik laat het even lekker op je insinken, hè? Maar ik kan je wel vertellen dat God het helemaal niet eens is met dat langmoedige gedrag van ons. Dit dat is onacceptabel. Momenteel in Hongkong uh, zitten mensen uh, moord en brand te schreeuwen over die overname door de Chinese overheid. En ze voelen de, de buil hangen. En dat gaat dan over uh, economisch gewin, uh, burgerlijke vrijheden en dat soort dingen. Je kan zeggen dat is uh, egoïstisch gezeur. Van volwassenen die eh, voor hun eigen haggie lopen protesteren. Maar waar zijn wij? Om op te komen voor onze kinderen. En dan niet van uh, geef ze maar een lolly en uh, geef ze maar een dagje uit. En, uh, nee, daders aanpakken. Aan de schandpaal met die mensen. Neem iemand als Sonja Barend. Die heeft er bewust aan meegewerkt. Die is van tevoren helemaal geïnstrueerd van, uh, nou we gaan een itempje doen. En dat wordt dan het familie -itempje. En dan moet je dit en dit soort vragen stellen. En dan moet je, uh, als hij wat ingewikkelds gaat zeggen, dan ga je aan je linker oorlelletje friemelen. Dan ga je er ook maar op letten. Dat, dat zon je Barend ook, hè? En dan gelooft ze hem niet helemaal en dan gaat ze aan de oorlelletje trekken. Dat is geïnstrueerd, zei hij. En voordat uh, Rob uh, aan het woord komt, uh, zie je eerst, maar dat, dat staat in Nieuwsuitzending 030, dus moet je die maar even beluisteren. Daar heb ik het erover, en daar zie je een vrouw weglopen met een baby. Zogenaamd. Uh, het gaat dus over een familie-dinges, de Vara als familieomroep. Dat beeld wordt even neergezet. Ja, en de dader die we, die blijft in het donker. En de instantie ook. Dus we horen allemaal verschrikkelijke verhalen. En dan gaat ook nog een expert zeggen: ja, seksualiteit, ja, het is een heel groot spectrum hoor. En er hoort van alles bij. En vooral bij jongetjes. Is het dan dat de factor schaamte uh, ze verhindert om daarmee uh, naar voren en uh, naar buiten te komen? Ja, maar geen woord over die daders, hè? Die expert had moeten zeggen, van, ja, we weten het. Zo'n directeur die gaat zich te buiten aan kinderen en uh, zijn collega's en zo, ja, die weten ook wat dat er iets niet deugt, maar iedereen kijkt de andere kant op. En dan de naam van die instantie nog een keer noemen. Dus ook bij die instantie kijkt de rest vrolijk de andere kant op. Anyway, Sonja Barend wist ervan. Nou, Sonja Barend woont waar? Dan nou, zoek het op. Look it up, Google Maps. En begin een protestdemonstratie in haar tuin. Je scoort ergens een partytent. En je zet die partytent op... Hij hey, is van uh, bunsenbranders erbij of zo, weet zo'n ding. Like, uh, Koffiekassetten en. Uh, en dan ga het maar posten. En maak maar A4'tjes. Als er mensen langskomen en dan ze zeggen: van, Wat zijn jullie hier aan het doen in de tuin van Sonja Barend? Dat je zegt: Nou, wil je een A4'tje? Hier heb je er een. Alsjeblieft. Daarom is dat. Sonja Barend moet voor de rechter komen, die moet zich verantwoorden. Er is zo'n film die heet The Accused. Daarin speelt Jodie Foster de hoofdrol. En Jodie Foster die speelt ook de hoofdrol in The Silence of the Lambs. Dat is een beetje over wie ik het heb. Maar Jodie Foster speelt ook de hoofdrol en speelt ze best goed. By the way. En in die film, uh, da, dat gaat om een verkrachting. En zij is uh, ze is in een, in een ruige kroeg. En daar is ze aan het drinken. En la En dan wordt zij, midden in die horecatent wordt ze verkracht. Door uh, 1, 2, 3 jongens of zo. Uiteindelijk. Worden er meer mensen veroordeeld voor die verkrachting? Namelijk iedereen die aanwezig was ten tijde van de verkrachting. En die op zich niet meedeed, maar er ook niks aan deed. Dan uh, moet je die film maar gaan bekijken, dat is heel interessant. Want die film zit als volgt in elkaar. In het begin zie je dan die scène met dat Jodie Foster dan verkracht wordt. En dat is dus dan. Een... Nou, zij speelt die scène vind ik erg goed. En de verkrachting is ja, niet dat het porno is. Hè? Nou, en dan begint de, de aanklacht. Hè? To accuse, beschuldigen op zijn engels. Hè? The accused. Dan begint het hele rechtsproces en dat is helemaal niet makkelijk voor wat er dan allemaal te doen valt. En dan lijkt het ook nog bijna te mislukken en dat ze ermee wegkomen. En, eh? Maar dan uiteindelijk komt dan die advocaat die aan de kant van Jodie Foster staat, die komt met dat rechtsartikel waaruit blijkt dat als je op de hoogte bent van een misdrijf en je staat er een beetje niks aan te doen, dan ben je medeschuldig. schuldig. Dan word je ook veroordeeld. Dus, in die zin is Sonja Barend volgens het Amerikaanse recht mede schuldig. Aan dat, ja, aan dat seksuele misbruik wat plaats heeft gevonden en dan in de zin van de, de, de doofpotaffaire. Van om dat maar lekker even onder de klep te houden. Ja, denk er even over na. Je, je kan niet zeggen dat je er niks aan kan doen. Je kan zo'n partytent tent regelen. En iemand moet dan zo'n zo buta-gasfles hebben en een, een stom klaptafeltje. En bij mij wat van die klapstoeltjes. Je moet ervoor zorgen dat je dat in één keer in kan klappen en dat je zo weg bent. want als de politie komt, ze gaan moeilijk doen. En je moet ook een beetje oppassen dat als je in de tuin van Sonja Baren gaat staan, dat je dan niet dingen kapot maakt en zo. En anders moet je maar half op de stoep gaan staan. Maar het moet duidelijk zijn waar het om gaat. En je moet die, uh, die A4'tjes, die moet je goed voorbereid hebben. Moet het moet alle taalvouten uit zijn. En als je daar een probleem mee hebt, ja, schakel mij maar in. Ik zorg wel voor die flyers. Geen enkel probleem. Sterker nog, uh, ik wil wel koffie komen zetten. En dan YouTube erbij. En even kijken hoeveel toeschouwers je krijgt. En mensen uitnodigen van kom even langs, koffie is gratis. Want dat gaat pijn doen hoor. En het devies luidt, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Ja, maar vind ik zielig voor Sonja Buigend. Want die kan er niks aan doen. <laughs> Sonja Barend heeft meegedaan. Willens en wetens. He, je, kan, uh, je, je kan een verklaring... Uh, die kan ik ook wel voor je schrijven. En die mag Sonja Barend dan uh, voorlezen. Uh, voor de camera. He, iedereen heeft tegenwoordig toch een camera? Op je foontje of zo. Hè? Je mag Sonja Barend die verklaring voorlezen. En dan, uh, dan, dan doeken we die tent op, die partytent, tent, en uh, klappen we alle stoeltjes, en krijgt Sonja Barend een hand, en dan zijn we weg. Dat wordt dan een excuus, natuurlijk. En dan mag Sonja Barend excuses aanbieden voor wat ze 24 jaar geleden heeft gedaan. Is dat 24 jaar? Nee, 34 jaar geleden heeft gedaan. Toch? 20 plus 15, ja. 34 jaar geleden was dat. Excuses. Zal ik genoegen meenemen. Maar dan moet zij het voorlezen. Als ze dat niet wil voorlezen, blijven we daar lekker staan. Net zolang tot de politie komt en we op moeten, op, op moeten rotten. Want ja, Sonja Baard gaat nu claimen: van ja, het is mijn terrein en la la la. Als de politie komt, moet je weg. Maar dat gaan we allemaal lekker filmen. En dan is de volgende aan de beurt. Bijvoorbeeld Ivo opstelten. Dat is ook nog zo'n leuk verhaal. Kijk, wij moeten wat doen om onze kinderen te laten zien dat wij wel degelijk om ze geven. Ook om de kinderen waarvan de ouders de andere kant op hebben gekeken en er niet voor hebben gezorgd en die dan onder jeugdzorg belanden, maar dat wij wel geven om die kinderen. Daar moet vorm aan gegeven worden. Op een of andere manier. Maar nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn Hamburgs zeg ik tegen jullie: tjus. En ik help jullie als er wat gaat gebeuren. Zeg maar wat ik moet doen.